Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 7. Ik ben Nienke en ik kijk naar Dreaming Out Loud. Ik ga je vandaag meenemen met mijn dag op 7 december. En vanavond ga ik naar Yellowcard, de allerlaatste show van Yellowcard in Nederland. In de Melkweg. Op de achtergrond hoor je de printer die probeert om de tickets van Yellowcard uit te printen. Maar onze printer had het altijd erg spannend. Altijd even afwachten of hij het gaat doen of niet. Hij is nu al een paar minuten, dus maakt hij allerlei geluid, maar... Hij print nog niet en ik dacht van ik kan mijn vader op zijn werk laten printen als het niet werkt. Maar werkt mijn vader vandaag dus thuis. Dus ik weet eigenlijk niet of deze ook al... Oh ja, er staan QR-codes op, dus deze zou ik ook gewoon kunnen laten scannen. Dus als hij niet kan printen is het ook heel handig. Maar hij print nu. Nou, tickets zijn geprint. Ik heb mijn oordop klaar liggen voor vanavond. En ik heb een pakketje wat ik via bol.com had verkocht. Heb ik klaar liggen om te verzenden. Dus ik wil zo eerst even naar de kapper gaan. Want ik wil mijn haar in ieder geval de twee punten af laten knippen. Ik denk dat ik een tint donkerder wil laten verven. Dus dat ga ik zo doen. En hoop ik dat het niet al te druk is bij Brainwash. Want dan kun je dus geen afspraak maken. En dan moet je dus gewoon binnenlopen en hopen dat het niet te druk is. En dan moet ik dus ook even pakketje post doen. Ik moet even eten halen voor mezelf voor vanavond. Omdat mijn vader en ik waarschijnlijk al rond 5 uur weggaan. En dan moet ik al gegeten hebben en mijn moeder is waarschijnlijk pas rond 9:30 thuis en mijn broertje ook rond 9:00, 9:30. Dus ik moet, en mijn vader eet pompoensoep en daar heb ik geen zin in, dus ik moet even iets voor mezelf regelen. Dus ja, dat is voor nu. Ik moet nu vooral even naar de kapper dat ik dat gewoon vast gehad heb. En dat ik dan de rest van de dingen kan doen die ik wil doen. En wat ruis bijna leeg, dus ik was toch al van plan deze in de oplader te stoppen. Maar dan ga ik dat nu al meteen doen. Nou, ik heb al eens dat niet meer gefilmd, maar zoals jullie kunnen zien ben ik naar de kapper geweest. Ik heb het inderdaad wat donkerder laten verven dan ik de vorige keer had gedaan. En de puntjes zijn bijgeknipt. Dus het ziet er een stuk gezonder uit. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Het is ondertussen 2:30, dus ik heb echt al 3,5 uur of zo niet gefilmd. Maar ik moest ook nog even wat boodschappen doen. En als het goed is kan ik nu een hoop dingen van mijn to-do-lijstje afstrepen. Ik ben dus bij Brainwash geweest en ik vind aan de kapper gaan altijd best wel ongemakkelijk. Omdat die kapper probeert zeg maar altijd zo'n gesprek aan te knopen en ik ben niet zo van de small talk. Maar ik had nu een kapster die vroeger ook veel met paarden gedaan heeft. Dus op een gegeven moment ging het over paarden en toen ging het een stuk makkelijker. Toen hebben we echt wel even zitten praten. Ik zat, zij was er werk aan het doen. Nou, ik heb make-up gedaan, alleen nog geen lipstick, want ik moet even kijken wat ik aan ga doen en dan moet de lipstick daar wel bij passen. Het is ondertussen 2:50, dus ik heb nog wel tijd zat. En ik heb nu even een playlist gemaakt van de setlist van Yellowcard, daar kunnen we ook in de auto naar luisteren. Ik had het trouwens gisteren al verteld, maar vandaag nog niet in de vlog. Ik ga dus nog naar Yellowcard. Het is hun allerlaatste show in Nederland, omdat ze gaan stoppen. En... ik moet natuurlijk op dit moment niet zoveel naar Yellowcard luisteren, maar dat heb ik wel over de jaren veel gedaan. Ik heb ze al 2 keer live gezien, 1 keer in W2, geloof ik, ja. En 1 keer in Tivoli Oude Gracht. Dus dat was de 3e keer. En ze staan nu dus in de Max van de Melkweg, het is allemaal uitverkocht. Want ja, het is dus een allerlaatste show in Nederland, dus... Ik was in eerste instantie met aankomen was ik ook niet van plan om te gaan. Maar toen kondigde ze aan dat het de laatste show was. En toen besloot ik toch maar wel te gaan. Want ja, de laatste show wil ik er toch wel bij zijn. Ik ga met mijn vader. Dat is niet omdat ik niet alleen durf te gaan. Want ik ga zo vaak alleen naar concerten. Maar mijn vader vindt Yellowcard gewoon ook leuk. Dus daarom gaan we samen. Nou, ik heb mijn outfit ook gekozen. En dit is ook lipstick. Dit is Mer, die ik dus gisteren gekocht had. En ik vind het echt wel een hele mooie kleur. En het mooie dan dat hij op de swatches leek. En dan heb ik dit vest aan, maar die laat ik of in de auto liggen of die geef af bij de garderobe. En dan dit shirt met How About No erop van Primark. Maar ja, die hebben ze natuurlijk niet meer aan Primark. Vooral dat constant hun collecties. En dan heb ik gewoon een simpele broek met de gaten in de knieën. Het is ondertussen bijna 4 uur, dus ik ga zo mijn... ik heb pizza broodjes als avondeten, dus ga ik zo een... dingen leggen in de oven. Ik wou eigenlijk mijn vlog vast editen, maar dat ga ik misschien niet redden of ik moet het doen terwijl ik aan het eten ben. Want ik heb dus nog 1 uur om nog te eten.
Ik wil nog de beelden van mijn SD-kaart op de computer zetten. En ik wil de katten voeren. En dan heb ik in principe gedaan wat ik moet doen. Wij hebben trouwens vooral plastic ballen en zo. Dit. Allemaal plastic, want we hebben twee katten en die. Het valt ze helemaal mee waar ik ze doe, maar ze wil nog wel eens uit de boom gooien. Dus vooral onderin hangen we echt alleen plastic dingen. Mijn avondeten voor vanavond. Het is 5 uur, maar ik zit nog te wachten tot deze batterij vol is. Je brandt, je ziet het niet echt goed, maar het is een rood lampje. En dan moet het groene lampje eronder moet gaan branden. Maar ik had in mijn hoofd dat de zaal om 6:30 open gaat, maar de zaal gaat pas om 7:30 open. Nee, de zaal gaat om 7:00 open. Maar dus als wij om, het maakt op zich niet zoveel uit als we iets laten vertrekken, want de voorprogramma's ken ik toch niet. Dus het is niet echt nou heel erg zo in als we die missen. Dus ja, ik ga zo maar eens kijken of mijn vader heel hard al klaar is. Want die moest om 15:15 ongeveer moest hij nog eten, dus. Think about the chance. Think about the hero saving life in the dark. Climbing higher through the fire, time was running out.
crash and burn. I think sometimes you forget where the heart is. It's hard to see you. Thuis. Het is 2:05. En ik ga het ook niet al te lang maken, want ik wil heel graag naar bed. Maar ik ga ondertussen even mijn make-up eraf halen. Ja, Lucas zou eigenlijk om 11 uur afgelopen zijn. En we stonden om 11:45 buiten. En het was best druk bij de melkweg, maar niet zo druk. Ze hebben echt zo gewoon een kwartier tot een half uur langer gespeeld dan dat gezegd was. En natuurlijk is het indicatie. Maar dan ga ik vanuit dat hooguit 10:45 kan worden, zeg maar. En gelukkig maar met de auto. Want met het OV had ik echt een hele hoop moeten missen. Dus ik vind het eigenlijk niet dat ze dat zou kunnen doen. Ik weet niet of dat voor de verantwoordelijkheid op mijn yellowcard of bij de melkweg ligt, maar. Want ik zag ook al tweets van mensen die niet meer thuis konden komen. Of in ieder geval. Nee. Ik zag tweets van mensen die een heel stuk eerder weg moesten om nog thuis te kunnen komen. Maar ja, en we hadden uiteindelijk bij de Belmer Arena geparkeerd. Dus toen moesten we toen nog eerst naar het Centraal Station en van daar naar Belmer Arena. En we waren eigenlijk met de trein gaan, want dan kon je wel mooi met OV met PNR parkeren. Maar de eerste volgende trein, het was toen 11:45 en de eerste volgende trein ging om 12:30. Dus half niet echt heel snel op te wachten, ze hebben maar een metro gepakt. Maar die werkt voor PNR dan weer alleen maar als je een GVB kaartje hebt, niet met OV. Maar dat konden we dus nergens duidelijk vinden, maar dat blijkt nu dus als te zijn. Het was een onzin, maar ja, toen werkte het PNR dus niet. Dus toen moesten we alsnog voor de volle mee betalen. Alsnog minder dan wanneer we bij de Q-Park bij Melkweg hadden geparkeerd, maar wel een beetje zonde. Maar goed. Ik vond jullie elkaar heel leuk. Alleen een setlist van 23 liedjes, dat hoeft voor mij persoonlijk niet. In ieder geval, misschien dat ik de All Time Low wel leuk zou vinden als ik alle liedjes ken. Maar nu ken ik zeg maar 1/3 niet. En dan hoeft het voor mij niet zo nodig. Ik heb last van mijn rug, ik heb last van mijn nek, ik heb last van mijn knie. Ik ben wat dat betreft echt een oud vrouwtje. Alles doet pijn na een concert en dit duurt dan ook nog zeg maar een half uur langer dan het gemiddelde concert. Dus ik was blij toen ik in de, zeg maar, toen ik uiteindelijk in de metro stapte en ik kon zitten. Dat was echt een heel goed gevoel. Maar dat neemt niet weg dat het wel een hele goede show was. En Jelleke blijft een hele goede live band, vind ik. Ze spelen nu al met de drummer van Like Torches, want volgens mij hebben ze geen... zelf geen drummer meer. En ja, ze waren dus wel gewoon heel goed. Ik vond het jammer dat ze niet meer van My Nature Thinking Say Yes en Southern Air speelden. Maar wat ze speelden was wel leuk. Ja, het was dus hun allerlaatste show in Nederland. En ze hebben ook wel gewoon even, ik heb het niet gefilmd, maar ze hebben ook al gewoon even uitgebreid een bedankje en zo gedaan.
En ook wel een behoorlijk langdurend applaus gekregen. Maar ja, ik was blij dat ik bij de allerlaatste show van Jellekaart was. En dan ga ik nu naar bed. En dan ga ik morgenochtend deze vlog editen. Daar heb ik nu echt geen zin meer in. Ik ben normaal gesproken echt best wel van het nachtwerk. En ook vooral van dingen meteen doen. Als het om een blog gaat. Maar ik heb hier... dit gaat het niet meer worden. Dus ik ga nu gewoon naar bed. En dan kom ik morgenochtend een beetje uit mijn bed uit. Tot die uitstuk om 12 uur online staat, hopelijk. Dan hoop ik dat je deze vlog leuk vond. Het is toch weer een beetje iets anders dan normaal. Want dat is nu volgens mij waarschijnlijk toch vooral Jellekaart. En iets minder de rest van mijn dag. Maar ja, ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. Als het zo was, vergeet niet een duimpje omhoog te geven en je op mijn kanaal te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!